Nicolas Cage was meteen ribbe de bie. Regisseur Mark Punt heeft het in de kranten wel degelijk over steracteur Nicolas Cage. Het was namelijk op het set van een film waar Cage in meespeelt, dat Punt te horen kreeg dat er een staatsgreep aan de gang was. Het leger heeft alle belangrijke gebouwen en belangrijke kruispunten bezet. Het parlement is ingenomen en er was gewoon niemand die verzet bood. Er was gewoon niemand tegen. Ik heb het gevoel dat iedereen min of meer blij was dat dat gebeurde. Voor de rest is er weinig te merken aan de Thaise bevolking, zegt Punt. Alleen de avond van de staatsgreep zelf werd er blijkbaar erg stil. En dan gisteren hebben ze een soort nationale feestdag even in het leven geroepen. Dus dan waren de banken dicht. Dan was er eigenlijk heel weinig te doen in Bangkok. Daarom ook dat de regisseur besliste gewoon door te gaan met de opnames van Matrushkas. De crew is al samengesteld. En we zouden op 3 oktober beginnen draaien in Bangkok. En dan draaien we tot en met 27 oktober. En dan komen we terug naar België. En dan het tweede opnameblok is in het Oostblok. Die opnames vinden plaats in januari. In het najaar van 2008 moet de nieuwe reeks van Matrushkas op antenne gaan.